En daar hebben we de Franca broek, de Eva blazer en de Roma top. En hoe simpel kan een onderhemdje zijn? Ik laat zien. Maar dit is het lijkt bijna alsof het een beetje een dunne travelstof is. Maar dan heel dun, een beetje polyamide. Ze zijn €29,95. We hebben ze in off-white, in blauw, in zwart, allemaal kleuren. Maar dit zijn heerlijke hemdjes. Nou, en deze blazer is ook gewoon heel gezellig. De Franca broek off-white. Oh, wacht. En daar ben ik. Hoi, heel charmant foto's te maken. Ja. Die hebben even Charlotte een beetje naar binnen geklapt. Leuker, wat korter, wat pittiger. Nepzakjes van voren, nepzakjes van achter. Een prachtige, fijne broek. Oké, doei! En weer een jurkje van Morgan Dutouin. Ik zou bijna zeggen, jammer dat ik niet op salsa of flamingo zit. Want het is een enorm zwierig, leuk, gezellig dingetje. Spaghettibandjes, die zijn te verstellen. Hoog getailleerd. En een prima mini over de knie lengte. Misschien nog iets vroeg, maar je kunt maar een huis hebben hoe dat die uitverkocht is. Oké. Goed, even een beetje omlaag. Een jurkje van Morgan, korte mouw. Flink een stukje boven de knie. En het is nylon knit. En dat is hele fijne knit. Want dat betekent dat hij niet gaat pillen, dat hij niet gaat verkleuren. Dat hij niet krimpt, dat hij niet lubbert. Dus eigenlijk, ja, alle voordelen bij elkaar. Nylon knit. Ook wel, voor degenen die Nikki Plessen een beetje kennen, zijn wij, dat is de Jolie knit. Dus de Nikki knit in het al. Dit is toch een klassiekertje. Ja, wel even opletten met de lengte, want Morgan valt altijd strak en kort, kost 75 euro. Zo, een setje Zizo Maikas met een heel leuk geprint jasje zonder voering. En het topje heeft geen mouw, misschien kan Charlotte het een klein beetje. Ja, top, ja, gezien, de Antonella top, de Eva blazer. En de Rox broek met de verticale rits. Een mooie dubbele streep aan de zijkant. En het broekje is zoals hij is, dus hij heeft hem niet naar binnen geklapt. Een heerlijke stretch, leuk, sportief, netjes gekleed. En ja, helemaal goed gekeurd door ons. Nou, als je ook graag de puntjes op de i zet, dan is deze leuk van Morgan. Handig om te weten, het is doorgestikt, dus je hoeft niet bang te zijn als je gaat zitten dat er dan ineens geen jurk meer is. Hier is het transparant, dus prima straks als het zonnetje zich wat meer laat zien. Ik ben 1,73, Morgan valt altijd iets korter uit. Ben misschien niet heel lang, maar de bovenbenen geeft altijd net een iets vertekend beeld, waardoor het bij mij heel kort lijkt. Prima zwarte panty kan nog en een zwarte laars eventueel. Een leukertje en altijd een goedje van Morgan Dutouin. Nou, en lieve dame, de Franca broek is weer binnen. En die hebben we met enige regelmaat gehad in het zand, in het wit, in het zwart, in het blauw. Ze zijn heerlijk katoen stretch. Tekent ook niet zo heel erg af. Het is toch net een stofje met iets meer body. Maar je kent mij. Ik heb natuurlijk gewoon een panty eronder. Ja, dat is gewoon zo. Nepzakje van voor. Dus je hebt niet die rare hobbelde boebels. En hier ook een paspoortzakje. En daarnaast een leuk truitje van Sister Point. Altijd leuk, een streepje. Nou, die Franca broeken moet je echt in de gaten houden. Ze zitten super, ze zijn gekleed. Je kunt ze met een sneaker, met een hakje. Heerlijke basis. Ik moet even spieken wat die kost, want de prijsjes gaan helaas bij de leveranciers omhoog. Ja, €89,95 is deze en gaat van 34 tot maat 44. En daar hebben we Charlotte in de prachtige jurk van Morgan. Wij noemen dit Summer Travel omdat het super stretchy is. We kunnen er eens kijken. Ja. Super stretchy, lekker luchtig, cool. Kan zo mee het koffertje in. Een heel mooi verhoogde taille effect. Een beetje een overslag, kapmoutje. Eigenlijk alles wat je wel zo wilt hebben.
En Charlotte is 1,73. Ze draagt nu met een hakje, maar het kan prima ook met een plat schoentje of slippertje. En hij kost €75. Ja, superleuk. Let de zon maar komen. Ja, we waren net foto's maken en toen hadden ze erover, je moet eigenlijk gewoon een hele oude Jaguar of een hele mooie auto bij. Maar ja, die krijg je dan niet bij. Dat is dan een beetje jammer. Het jurk kost €85. We hebben niet de marge dat we jou daar een auto bij doen. Maar we vinden hem wel heel mooi. Dat is eigenlijk wat we ermee willen zeggen. Het is vanmorgen. Ik heb de 36 aan, de 34 was er niet. En dat vind ik eigenlijk ook prima, want ik vind het jurkje moet niet te strak, want er zit geen stretch. Dus in ieder geval een maatje groter. Ik ga hier nog even van aangenieten.